Ik heb echt een hekel aan onverschilligheid. Ik ben gefascineerd door mensen die heel ver gaan voor een ideaal. Ga door je angst heen en je bent vrij. Zo ver dat ze bereid zijn om ervoor te sterven. Of om ervoor te moorden. Dus je weet precies waar zijn gezicht is, je weet waar zijn borstkast is, je weet waar zijn knieën zijn. Wat nou als ik door mijn onderzoek sympathie krijg voor een kant van de zaak die moreel verwerpelijk is? Monique, je hebt een vijand, of je nou wil of niet. Er is honger, er is verdriet, er is ellende. Running far, running